beroemde Vlaming Herman Teirlinck wordt in Den Haag gelauwerd. De grote prijs der Nederlandse letterkunde heb gij al dus, goddank, meer dan aan mij, aan Vlaanderen toegekend. Teirlinck krijgt de hoge onderscheiding voor romans als Maria Spermali, maar ook voor zijn toneelwerk, want in het theater ligt zijn hart. In Antwerpen sticht hij een toneelschool, bekend als de Studio Herman Teirlinck. Hij geeft er ook zelf les op een onafvolgbare manier. Kijk eens. Het voornaamste dat ik u vandaag zou willen uitleggen, dat is de absolute soevereiniteit van de acteur in het dramatisch verloop. Hij is alles, hij doet alles, hij totaliseert alles en zonder hem is er niets. Heb je dat begrepen? Wil u dat doen? Alsjeblieft. Teirlinck heeft beroemde leerlingen. Ik zal beginnen met het tappen. Deze herkende u misschien al, Dora van der Groen. Ik heb zo deerlijk gedroomd van nacht, dat mijn vader aan koekenbakken was en de pan viel